Dordrecht is een grote stad in Nederlandse termen. We zijn de 23ste gemeente van het land. Maar we zijn ook hier met 118.000 inwoners te klein om alles zelf te doen. Dus voor ons blijft het belangrijk dat we met onze vrienden van de Drechtsteden gezamenlijk belangrijke dossiers oppakken. Waar we zelf dus te klein voor zijn of met elkaar meer kracht bij kunnen maken. Maar ook buiten de Drechtsteden blijft samenwerking noodzakelijk. Dat is natuurlijk met Rotterdam enorm van belang, ook in economische zin voor onze stad en regio, maar ook met de provincie Zuid-Holland, waar we graag mee samenwerken. Maar omdat we op de grens liggen van verschillende provincies, is het ook zaak om met Brabant samen te werken, met Zeeland samen te werken en met zelfs ook Vlaanderen, dat we met elkaar in die Vlaams-Nederlandse delta op een goede schaal, steeds weer afhankelijk van het onderwerp, de goede verbindingen weten te maken. Uiteindelijk moet samenwerking natuurlijk wel renderen. Het moet ook concreet iets opleveren. Hè? Geld of producten. En je ziet als je samenwerkt met anderen dat het makkelijker lukt om fondsen open te krijgen. Europese fondsen, Nederlandse fondsen. Maar ook dat je kracht kunt maken om je argumentatie verder kracht bij te zetten. En een weg bijvoorbeeld houdt echt niet op bij de grens van Dordrecht of bij de grens van de Drechtsteden. Maar als je dat samen oppakt, dan kun je ook op kortere termijn je doelstelling daadwerkelijk behalen. Wij moeten onze samenwerking wel in termen van effectiviteit ook weten uit te drukken. Want samenwerking om alleen maar kopjes thee met elkaar te drinken, daar is niemand bij gebaat. In mijn beleving is veiligheid een hele belangrijke taak voor de overheid en ook voor de lokale overheid, voor de gemeente. En we zetten hier al sinds een paar jaar stevig in om Dordrecht leefbaarder en ook veiliger te krijgen. En als je naar de cijfers kijkt, zie je ook dat we er al goede resultaten mee geboekt hebben. Daar gaan we mee door. Gelukkig ook de wethouders hebben dat hoog op de agenda staan. Ik doe dat ook vanuit mijn verantwoordelijkheid naar politie en justitie. En gezamenlijk met elkaar zullen we er ook de komende jaren voor zorgen dat de inwoners van onze gemeente zich nog veiliger gaan voelen. Ik geloof dat ik bij het inkleuren van het veiligheidsbeleid, of althans het nog veiliger krijgen van de stad, niet echt streng ben. Ik ben wel consequent. Ik probeer consequent te zijn. Als we ja zeggen, doen we ja. En als het nee is, is het nee. En ik vind ook dat de mensen daar recht op hebben. Dan weten ze ook precies waar ze aan toe zijn. En die consequente lijn, daar spreek ik liever over, die houd ik ook vast de komende jaren.